Hoe zorg je ervoor dat je het programma dat je met een Broadway Designer app maakte op de borduurmachine krijgt? Voor dit onderdeel heb je het mobiele apparaat met borduurpatronen, een computer, internet en een USB-stick nodig. Open het project dat geborduurd moet worden. Door rechtsonder op het driehoekje in het oranje bolletje te klikken, schakel je over naar de afspeelmodus en kun je het borduurpatroon bekijken. Om het op de borduurmachine te krijgen, stuur je het eerst per e-mail door rechtsonder op terug te klikken, de knop Embroidery borduren en vervolgens op een e-mailprogramma naar keuze. Het bestand is als bijlage toegevoegd in het e-mailprogramma. Je hoeft nu alleen maar het e-mailadres in te voeren of te selecteren waartoe je vanaf een pc toegang hebt. Hier kun je het bijgevoegde bestand bekijken en de e-mail verzenden. Open nu het e-mailprogramma op de computer. De e-mail zou aangekomen moeten zijn. Als dat niet zo is, controleer dan de internetverbinding van het mobiele apparaat en van de computer. Open de e-mail en download de bijlage door op de knop Download te klikken. Het voltooide bestand komt dan terecht in de map Downloads. Open de betreffende map en zoek het bestand met de extensie DST. Kopieer dit en plak het op de USB-stick die al op de computer was aangesloten. Haal dan de stick uit de computer en ga naar de borduurmachine. De borduurmachine is al ingeschakeld en ingesteld en steek de stick in de zijkant van de borduurmachine. Probeer na even wachten toegang tot het geheugen van de stick te krijgen. En hier zie je dan het borduurbestand STAR als voorbeeld.